Gaming is tegenwoordig een miljarden dollar business in de wereld. Ook Suriname probeert een graantje mee te pikken. In dat kader is vandaag de gaming tournament gestart. Personen die computer, PlayStation of Xbox spellen spelen of ontwikkelen, zijn dit weekend bij elkaar om een toernooi af te werken. De activiteit is het idee van Xavier van Dijk en Gerrit Surotaruno van Great Gaming Arena, een jonge organisatie die de gaming business in Suriname wil ontwikkelen. De IT-bedrijven Spamacandra en IT Core leveren ook een bijdrage. Telesuur treedt op als hoofdsponsor. Het Surinaamse telecombedrijf wil de informatietechnologie vooral onder de jongeren bevorderen. Grondlegger Surotaruno praat over een mijlpaal voor zijn jonge organisatie. Om een graantje mee te kunnen pikken van de internationale gaming business is vooral het vergaren van data belangrijk, zegt Surotaruno. Het buitenland is al mooi ver wat gaming betreft, maar Suriname, als wij nou willen starten met Grid Gaming Arena bijvoorbeeld, dan moeten we specifiek data hebben van hoeveel gamers hebben we, wat zijn hun platformen waarop ze spelen, met bijvoorbeeld PC, PlayStation 4, Xbox, etc. En natuurlijk ook wat voor games spelen ze. En als we die data hebben, dan kunnen we specifiek aangeven van oké, dit is de gaming community en dit is wat de potentie, of dit is wat Suriname heeft aan potentie qua gaming. En dat is dan alleen maar in de richting van e-sport. Maar als we kijken naar game development, dat is weer een heel ander verhaal. En dan moet ik wel toegeven dat game development blooming business is op dit moment. Vooral richting de mobile gaming markt. Wat gaming markt betreft wereldwijd, dan praten we over 96,6 biljoen US. Het is een heel grote hap. En als wij dan Suriname in die markt kunnen brengen, zeg maar niet eens 1%, 0,5%, dan praten we over grof 5 miljoen US aan inkomsten. Grof. En met 5 miljoen kunnen we heel veel doen. Jongeren zijn vooral voor Telesuur heel belangrijk. Vooral voor de IT-ontwikkeling van Suriname, zegt Janice Asraf, manager corporate communication bij Telesuur. Daarom sponsort Telesuur het evenement, geeft zij aan. Volgens Asraf zit er veel potentie in de jonge Surinaamse gaming sector. Absoluut, absoluut. Waarom zou de next Steve Jobs niet hier onder ons kunnen zitten? Er is heel veel potentie in deze business. Er is ontzettend veel groei. En er is, het is een manier om geld te maken. En van hieruit kan je anyway op. En de wereld staat open voor ze. Dus ja, absoluut. Er is veel, veel voor potentie. En hoe lang is het breedbandplan van Telesuur voor deze sector ook? Het versnellen van internet, downloadsnelheden. Hoe belangrijk is dit? Absoluut. Kijk, we zien dat de behoefte uit de markt is om steeds meer bandbreedte te gebruiken. En dat is een hele goede ontwikkeling. We willen dat ook stimuleren. Maar we zien dat het netwerk dat we nu hebben, dat niet, het heeft zijn piek al bereikt. We moeten iets gaan doen. En wij hebben het gehoord uit de markt van, hey, we want more. En wij willen het ook geven natuurlijk. Dus daarom dat we nu gaan investeren in die infrastructuur om die snellere bandbreedte voor die markt te brengen. Ja, absoluut. Dit is het eerste evenement van de organisatie. Is Telesuur van plan samen met de organisatie een na-traject uit te bouwen om de organisatie ook te helpen ondersteunen? Want zoals we hebben gehoord van de voorzitter, wil hij groot. Gaat Telesuur ook bijstaan bij het grootmaken van deze sector? Telesuur staat altijd open om met zulke actoren te praten, om de tafel te zitten. Wat hebben jullie nodig? Hoe kunnen we ondersteunen? Ja, Telesuur staat altijd open daarvoor, ja. Tot zover Janice Ashraf, manager corporate communications bij Telesuur. We spraken haar vanmorgen in het Lalaroek gebouw, waar dit weekend het eerste gamingtoernooi in Suriname wordt gehouden. Telesuur treedt op als hoofdsponsor.